Dag beste maloten, beste tunnelvisionairs, hartelijk welkom bij een nieuwe video van WIDM-TV. En dit is de video waarin ik slecht nieuws heb en waarin ik ga vertellen wie er sowieso niet de mol kan zijn. Het ging al een hele tijd rond op het internet, er werd flink over gespeculeerd. Het overlijden van het broertje van Nicky de Jager, oftewel Nicky Tutorials. Wat is nu gebleken? Dat het broertje van Nicky tijdens de opnames van Wie is de Mol is overleden op 25 mei. Vanuit dit kanaal, WIDM-TV en vanuit mij persoonlijk, Sam, in ieder geval Nicky en haar hele familie heel erg gecondoleerd met het verlies. Heel veel sterkte in de komende tijd. En we hopen dat jullie er uiteindelijk allemaal toch weer een beetje mee kunnen leren omgaan. Dan, ook al is het heel erg hard, betekent dit voor het spel, voor Wie is de Mol, dat ofwel Nicky is afgevallen voordat dit gebeurde en al thuis was toen haar broertje overleed, ofwel dat haar broertje overleed en dat Nicky daarna naar huis is gevlogen en het spel uitgestapt is. Ik sluit beide niet uit, maar dat betekent dus dat Nicky sowieso niet de mol is. Misschien was ze het wel, daar zullen we denk ik nooit achter komen. Maar dan heeft ze het molschap in ieder geval overgedragen. Ik denk niet dat ze de mol is of was. Ik denk dat ze echt kandidaat is en ik denk dat ze gaat afvallen voordat haar broertje kwam te overlijden. Maar goed, daar komen we vanzelf allemaal achter. Maar Nicky streep ik puur en alleen om die reden, om een hele vervelende reden. Maar streep ik haar wel af van mijn verdachtenlijstje. Dat was het in ieder geval voor deze video. Gooi die duimpjes omhoog voor Nicky en de familie. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video.